mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video wil ik het hebben over de ongelooflijk irritante linkrel e-mailtjes die jij ongetwijfeld ook elke maand binnenkrijgt. Ik ga je precies uitleggen wat zo'n linkrel mailtje nou precies inhoudt, waarom dat zoveel verstuurd wordt, wie dat precies doet en voor wie dat bedoeld is, hoe dat allemaal werkt wat ze van je vragen. En ik ga je vooral uitleggen waarom het absolute onzin is, waarom je er nooit aan moet meewerken en wat je wel moet doen. Nou, wij krijgen iedere dag zulke e-mails binnen. En je kan ze meteen herkennen aan het onderwerp. Want in het onderwerp staat namelijk samenwerking, online samenwerking of linkrel. En dan weet je al, oh god, het is er weer zo een. Een mailtje waarin iemand gaat vragen om te linken vanuit mijn site naar hun site. En dan krijg ik allemaal goede linken voor terug. En ik heb er een paar uitgeprint. Ik zal er even een voorlezen. Beste heer vrouw. Wat best grappig is, want ik heb meer dan 70 video's online staan op YouTube. Mijn naam Bart staat overal op de website, dus zo moeilijk is het niet om te vinden. Maar beste heer vrouw, op dit moment ben ik bezig de online zichtbaarheid van diverse websites te verbeteren. Ik schrijf u omdat een bepaalde website relevant voor ons is en omdat online zichtbaarheid wellicht voor u een aandachtspunt is. We zijn een SEO-bedrijf, natuurlijk. Het linken naar gerelateerde partijen zorgt er immers voor dat u beter gevonden wordt in Google. Ik ben blij dat ze dat nog even uitleggen, want anders had ik dat niet geweten. Ik vraag me af of u ruimte heeft voor één of meerdere links op uw website. Als je onze website een beetje bekeken had, weet je al dat dat absoluut niet het geval is. In ruil voor het plaatsen van een link op uw website, kan ik voor u een link plaatsen op één van de pagina's die ik beheer. Welke pagina's dit zijn, kunt u vinden in het volgende overzicht. Graag hoor ik of u hiervoor open staat. Nee, ik sta er niet voor open. Wat die partijen doen is als volgt. Ze zoeken het internet af op websites die een pagina hebben, bijvoorbeeld /linkpartner/linkpartners, interessante linkjes, gerelateerde bedrijven, dat je zo'n soort pagina op je website hebt. En dan sturen ze massaal zo'n e-mail naar je toe. Een kansloze, totaal niet persoonlijke, we pakken elke link die we kunnen pakken, e-mail. En wat ze daarmee willen, is een linkrel. En een linkrel die heb je in drie vormen. Een AB, en dat houdt eigenlijk in de ene website. Website A linkt naar website B, en website B linkt naar website A. Dat komt niet zoveel voor. Wat ze eigenlijk meestal willen, is een ABC linkrel. En dan kan je hier zo zien. Dan ga jij vanuit jouw website naar hun site linken en zij linken vanaf een derde website weer terug naar die van jou. Of ze willen een ABCD linkrel. En dat kan je hier ook zien. Dat betekent dat jouw website linkt naar een website van hun keus en zij linken vanuit een derde website van hun, nummer C, naar een tweede website van jou, nummer D. En dat betekent dat het heel moeilijk voor Google is om te zien dat twee websites naar elkaar linken. Dit moet je dus nooit doen om meerdere redenen. 1. Degene die er vooral profijt van hebben, zijn zij. Want zij mailen de websites waar zij een link van willen hebben. En dat betekent waarschijnlijk dat jouw website veel hoger of beter in Google scoort dan die van hun. Dus zij hebben er vooral profijt van en jij niet. 2. Is dat de link die je terugkrijgt vaak een hele slechte is. Dat ziet er goed uit. Maar dat zijn vaak websites die helemaal niet scoren in Google. Of het zijn directories, of het zijn websites die ze in eigen beheer hebben, zoals ze al zeggen. Bijvoorbeeld een PBN-netwerk. En dan kom je meestal op een pagina terecht met nog 300 andere linken. Of je komt op een website terecht die bestaat alleen maar uit kansloze artikelen. En daaruit linken ze overal heen. Dus de deal is slecht voor jou. Zij krijgen veel, jij krijgt weinig. De tweede reden is dat dit expliciet verboden is door Google. Een linkrel naar elkaar toe heeft amper zin. En een linkrel op die manier heeft nog wel zin, kan je helpen te scoren in Google, maar is wel heel erg verboden. Mocht je ooit gerapporteerd worden, dan kan je een probleem hebben. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat je er dus niks aan hebt. Zij profiteren ervan en jij niet of nauwelijks. Je kan dus ook meteen zien de manier waarop ze een mail niet persoonlijk maken. Ze zijn 1. Nooit op jouw website geweest. Ze hebben gewoon een scrape gedaan en gewoon alle websites gepakt die ze maar konden vinden. Het interesseert ze dus ook echt niet vanuit welke website ze een link krijgen. En ze zijn alleen maar bezig voor zichzelf. Wat nog een heel groot gevaar is, als jouw SEO-partij op deze manier jou laat stijgen in Google, is het volgende. Eigenlijk gebruiken ze jouw website om te linken naar andere websites. Dus ze gebruiken jouw website als hun persoonlijke
PBN als hun persoonlijk hulpmiddel om andere sites en andere klanten van hun te laten scoren in Google. Bijna elke SEO-partij die wij tegenkomen die een linkrel doet, gebruikt dus in feite de websites van hun klanten voor hun privé-doeleinden. Want jij wordt klant en ze gaan vanuit jouw website naar allemaal andere websites linken zonder dat je dat meestal doorhebt en zonder te weten dat daar een risico aan vastzit. En ze gaan datzelfde doen voor jou. Dus eigenlijk creëren ze een heel groot netwerk voor zichzelf waarin ze alle klanten op verschillende manieren proberen te laten scoren. Nou, allereerst zijn er veel betere manieren om het te doen. En ten tweede loop je een heel groot risico daarmee. Want zeker in Amerika zijn verhalen waardoor ze complete netwerken gerapporteerd zijn en die gewoon in één keer uit Google verdwenen en het SEO-bedrijf uiteraard meteen failliet is gegaan. Dus niet alleen zit er een risico in, ook deze manier van linkbeelden werkt vaak niet zo goed, gaat op termijn alleen maar minder goed werken, maar is vooral een teken dat eigenlijk jouw SEO-partij op een verkeerde manier bezig is. Ze brengen het ook altijd zo mooi, hè? Ze hebben het altijd over een online samenwerking waarin we elkaar helpen om beter te scoren in Google. Alleen wat ze niet zeggen is dat jij een goede website hebt waarmee ze linken naar nog een zwakke website van hun die ze hoger willen hebben. En de link die jij terugkrijgt is een waardeloze of zo goed als waardeloze link. Dus jij levert wel waarde en zij niet. En dat zien zij als een hele mooie samenwerking. Leuk feitje tussendoor. De persoon die je mailt is geen echt persoon. Dat is een nep e-mailadres en een nep persoon die ze hebben gefabriceerd. Zodat het makkelijker is om te communiceren en ze er later geen glazen mee kunnen krijgen. En vergis je er niet in. Kleine partijen doen dit en kleine SEO-bedrijven doen het. Maar ook grote partijen. Deze week kregen we bijvoorbeeld nog een e-mail binnen van Young Capital. Die blijkbaar op die manier SEO bedrijft. Maar wat moet je dan wel gaan doen? Nou, het principe van linken krijgen vanuit een andere website, dat is hartstikke goed, want dat helpt je om te scoren in Google. Je moet het alleen op een manier doen dat je er allebei profijt van hebt. Dus of door te zorgen dat je iets fantastisch qua content op je site hebt, dat mensen het de moeite waard vinden om erheen te linken. Of door te zorgen dat de andere partij er ook echt iets aan heeft. Er zijn heel veel verschillende manieren voor, we hebben er meer dan 103 beschreven, daar ga ik nu niet in. Maar je moet zorgen dat het voor beide partijen interessant is om op wat voor manier dan ook naar elkaar te linken. En dat doe je niet door een linkrel waarvan die andere partij, de partij die jou mailt, al lang weet dat zij er heel veel profijt van hebben en jij niet. Wat bovendien een tactiek is die steeds minder en minder bedrijven helpt. Nou, wie verstuurt dan zulke linkrel e-mails? Nou, heel simpel, dat zijn bijna altijd linkbuilding partijen of interne linkbuilding teams binnen bedrijven die dit zien als linkbuilding en denken dit is makkelijk, het kost me niks behalve e-mails versturen, het is verder gratis en op die manier gaan we scoren in Google. Het vervelende is dat het nog kan werken ook, maar over het algemeen niet en het wordt elk jaar moeilijker en moeilijker om zo te scoren. Dus deze e-mails kan je echt vergeten. Nu is mijn vraag aan jou, krijg je ook vaak van zulke e-mails? Eén keer per week, één keer per dag, één keer per maand? Heb je het wel eens gedaan en wat zijn je ervaringen ermee? En wat doe je als je zo'n e-mail binnenkrijgt? Laat je reactie achter op YouTube of op ons blog of stuur me een mailtje naar Bart het klikproces met jouw bevindingen. Ik hoor het graag en ik zie je graag terug bij de volgende video waarin je advies gaat geven met wat je wel moet doen.